Hoi allemaal, het is weer tijd voor een na de zwangerschaps vlog update ding. Waarom zie ik er zo gek uit? Niels is inmiddels 18 weken oud, jong. En vandaag vertel ik weer het een en ander. Ik ben ziek geweest, dus als je me niet heel goed kan verstaan, mijn keelmandelen zijn nog echt heel groot. Maar de antibiotica slaat aan en ik heb geen koorts meer en ik voel me echt zoveel beter dan de afgelopen dagen. Dus ja, misschien moeten we daar maar gewoon mee beginnen. 3 weken geleden had ik buikgriep een week lang. En toen was ik een week beter en toen kreeg ik keelontsteking. Een week. Yes! Dus ik was... Vorige week maandag was ik weer gaan werken. En afgelopen, zeg maar na mijn buikgriep. En afgelopen vrijdag was ik alweer ziek. Ik voelde me gedurende de dag al niet helemaal lekker. Het werd alleen maar erger en ik werd heel warm en koortsig. En toen was ik zaterdagochtend eigenlijk heel beroerd. Maar ik dacht, ik zou mijn moeder gaan winkelen. En ik dacht, nou jongens, ik ga echt niet weer het hele weekend ziek in bed liggen. Dus ik ben... Volgens mij gewoon met koorts, maar dat heb ik niet gemeten. Ik dacht, ik ga gewoon met mijn moeder naar de stad gaan. Maar goed, dat was ook niet zo heel erg succes. Toen heb ik tegen Sven ook gezegd van... Ik word weer ziek. Ik moet echt nu... ik moet gewoon nu een goede nacht maken. En, want daar kom ik zo wel op, want Niels was diep heel slecht. Ik moet echt een goede nacht gaan maken. Dus ik had gezegd, ik ga bij mijn ouders slapen. Want Sven's ouders zouden ook kunnen komen. Die konden dan oppassen. En uiteindelijk heeft Sven dus ook besloten om ook bij mijn ouders te slapen. Zodat Sven's ouders op Niels konden passen. En wij gewoon een keer een goede nacht slaap konden hebben. Want ook Sven werd gedurende de dag steeds zieker. En zaterdagavond waren we een soort van hele lijkbleken. Zielige mensjes met wallen tot op onze knieën. Zijn we naar mijn ouders geschuifeld die ook visite hadden. Naar boven gegaan en onder de dekens gekropen en gewoon heel lang geslapen. En ik moest natuurlijk wel steeds mijn wekker zetten om te kolven en zo. Maar goed, whatever. Ik was wel blij dat ik kon slapen. Maar goed, het mocht niet baten. En ik zat uiteindelijk zondag bij de huisartsenpost met een enorme keelontsteking. En ik wilde eigenlijk geen antibiotica vanwege de borstvoeding. Uiteindelijk heb ik een antibiotica gekregen die geen kwaad kon voor de borstvoeding. En ze zei van, ik snap wel heel erg je punt, dus kijk het even aan hoe het vanavond gaat. Gaat het niet, begin dan met nemen. Gaat het wel, dan kan je het misschien net zelf verslaan. Maar ze zei al van, aangezien je net een buikgriep hebt gehad, bleek niet zo te zijn. Ik dacht nog zondagavond van, ik heb het gevoel dat het iets beter gaat. Maar ik heb zondag weer mijn hele bed ondergezweet. Dacht ik, dit gaat niet goed. Dus maandag was nog een antibiotica begonnen. Die sloeg niet aan. Toen moest ik woensdag alsnog een hele zware antibiotica. En daar zit ik nu nog aan, want die duurt 10 dagen. Dus daar ben ik nog wel even zoet mee. Maar goed, die staat gelukkig wel aan. Maar nu ben ik eindelijk weer een beetje onder de mensen. Dus uiteindelijk schiet het niet echt op met het hele gebeuren. Maar goed. En mijn weerstand is dus gewoon heel laag. Je weerstand is sowieso lager als je borstvoeding geeft. Wat wij dus ook hadden, is gewoon niet slapen. We denken dat het een beetje is begonnen rond mijn buikgriep. Maar het kan ook zijn begonnen, want rond die tijd kreeg Niels ook, werd ook zijn tuigje, zijn spreidbroekje, zeg maar. Ik moet altijd zijn spreidbroekje strakker gezet. Dus misschien dat het daarmee te maken had, we weten het niet. Maar Niels werd heel onrustig. Hij sliep heel slecht. Hij wilde ineens weer eten 's nachts, wat hij al heel lang niet meer deed. Maar hij was ook heel erg aan het krijsen en... enorm aan het waaieren met zijn armen. En we waren op een gegeven moment waren we het kwijt. En overdag ook. En niks hielp meer. En we werden gillend gek. Omdat je zelf loop je op een gegeven moment ook op je tandvlees. Omdat je niet meer slaapt. En je weet gewoon niet wat er met hem aan de hand is. Dus ik was natuurlijk ziek. Dus we moesten het eerst alleen doen. Wel met heel veel hulp hoor. Mijn ouders en zijn ouders hebben allemaal heel goed geholpen. Maar goed, ik kon niet zoveel natuurlijk met die buikgriep. Kon ik dus weer niet zoveel omdat ik met die keelontsteking lag. Daarbij was Sven echt als de dood voor mij. Want ik was één grote bacil in zijn ogen. Dus hij dacht alleen maar, nu nog steeds trouwens. Hij denkt alleen maar, blijf uit mijn buurt. Dus ik heb ook wel eens een nachtje alleen bij mijn ouders geslapen. Omdat ik gewoon heel erg die slaap nodig heb om te herstellen. Maar goed, we zijn wel nu terug het ritme in aan het voeren. En een conclusie die ook... de schoonouders en mijn ouders trouwens ook wel trokken is. Misschien is hij ook overprikkeld.
Want Niels is een super nieuwsgierig mannetje. Hij ziet alles. Het is heel slim. Heeft alles in de gaten. Het is echt... weet je, de ene baby is gewoon anders dan de andere. En Niels is gewoon heel erg... Ja, die ziet alles. Die wil alles overal. Die wil alles zien, meemaken, erbij horen. En dat ken ik heel erg van mezelf. Ik was ook iemand die gewoon alles in de gaten hield. Continu. Ik vond dat heel interessant. Mijn broertje daarentegen, die dacht... Oh, lekker slapen. Heerlijk. En die ging slapen. Nou, ik was tegenovergesteld. Dus ik denk dat Niels dat een klein beetje van mij heeft... maar goed, ik was ook niet zo hoor. Maar, dus ik denk dat de combinatie was van dat hij waarschijnlijk te weinig voedingsstoffen binnenkreeg. Vanwege mijn buikgriep en dat mijn borstvoeding daar gewoon niet helemaal meer lekker op liep. Baby's voelen natuurlijk ook aan als jij niet lekker in je vel zit en ziek bent. En dat soort dingen, dat voelen baby's ook aan. Nou, en dat tuigje weer strakker. En dan dus al die prikkels. Want speelt je hier Jungle Gym daar... Dus we denken dat het een beetje een combinatie was. En we dachten, oké, terug naar de basis. Dus hij heeft nu heel weinig speeltjes. We hebben zijn hele box leeg gehaald. Hij zit niet meer in kleurrijke dingen. Hij heeft gewoon een knuffeltje. En hij heeft een knisperboekje. En dat is het wel zo'n beetje. Gewoon even om de rust te herstellen. En hem niet nog meer te voeden met prikkels. Dan dat hij al krijgt van alleen maar dat wij rondlopen. Want als ik bijvoorbeeld aan het voeden ben hem, dan is hij alleen maar aan het rondkijken. Als we ernaast zitten, dan staat hij alleen maar zo. Dan drinkt hij niet. En het andere wat we heel erg nu doen is dit. En dit is een boek van Stephanie Lampe. En dat heet Baby in een Droomritme. En dat heb ik ook maar weer op aanraden van anderen gekocht. Van onder andere collegaatjes van mij. En dit is het recept voor een blij baby tot 1 jaar. Naar een regelmaat zonder huilen. Ik had dit al heel lang in huis liggen. Alleen toen Niels krampjes had, was het heel lastig voor mij dit boek. Omdat ja, een baby met krampjes, dat staat hier ook wel in. Een baby met onrust. Ja, dat is ook een lastige om in een ritme te krijgen. Maar goed, inmiddels die krampjes zijn natuurlijk voorbij. En er staan hier gewoon, heel pragmatisch gewoon schema's in. Bijvoorbeeld een baby van 4 maanden, 3 slaapjes, 7 uur wakker en voeden, 8:30 slapen, 10:30 wakker en voeden, 12 uur slapen, 2:30 wakker en voeden, 4 uur slapen, 4:30 weer wakker en dan weer 6 uur weer voeden. Nou, best wel een logisch systeem. En... Nou ja, daar proberen we ons nu heel erg aan te houden. Hij slaapt lang niet zo lang als in het boek staat. Maar wat ik wel in de gaten probeer te houden is de wakkertijd. Ze zegt van liefst eigenlijk niet langer dan 90 minuten wakker. En dat is denk ik voor ons een hele belangrijke. We zien nu ook signalen. Hij doet nu echt in zijn ogen schrijven zo dan hop, meteen naar bed. En we hebben echt een soort slaapritueeltje geïntroduceerd. En allemaal dat soort dingetjes om te zorgen dat hij beter kan slapen. Een van die dingen voor het slapen is wat we nu doen sinds afgelopen zaterdag is dit van de tuinen. We waren bij de tuin want we zochten iets natuurlijks met lavendel waardoor die lekker kon gaan slapen. En toen zei die vrouw, weet je wat nog beter werkt dan lavendel? Mandarijn. Wisten wij niet. Dus wat ze zei, wat wij aanraden is babytjes een beetje hun voetjes inmasseren met wat massageolie en een druppeltje mandarijn. En dat doen we dus nu. Dus ik heb de abrikozenpitolie. En daar doe ik dan een klein beetje van in mijn hand. En dan doe ik 1 druppeltje mandarijn. Wat is het? Extract. Aroma erbij. En dan masseer je dat gewoon op zijn voetjes. En dat schijnt dus te helpen. Nou, hij moet zeggen, hij slaapt goed. Of dat alleen met die mandarijn te maken heeft. Dat weet ik niet. Dat we doen dus van alles. Want wat we nu ook doen is dit. Rijstepap. Wat we dus nu doen, zijn laatste voeding, krijgt hij geen borstvoeding meer. Omdat ik niet weet hoeveel voedingswaarde mijn borstvoeding nog heeft. Omdat hij behoorlijk van slag is geraakt van de buikgriep. Je zag ook dat mijn melk heel dun werd. En we hadden gewoon het gevoel dat hij honger had. Dus wat we nu doen is in ieder geval de voeding van 11 uur. Dus de nachtvoeding doen we in ieder geval kunstvoeding. Maar meestal ook die van 7 uur. Om zeker te weten dat hij 's nachts in ieder geval geen... hongergevoel heeft. Want overdag kan je het natuurlijk beter zien dan 's avonds. En 's ochtends is mijn borstvoeding ook beter dan 's avonds. Dus we doen nu 1 schepje rijstepap bij zijn laatste voeding. Zodat hij een iets voller buik heeft. Zodat hij niet meer zo snel wakker wordt van die nachtvoeding. Dus dat doen we nu. Nou, en hij krijgt dus nu heel weinig speeltjes. Dus hij heeft dus nu bijvoorbeeld... Dit is er eentje waar hij nu heel veel mee speelt. Kan hij goed vastpakken. En nou, hij likt er aan. Hij doet er aan. Weet je, dat is gewoon... Maar gewoon simpel, niet al te hysterisch qua kleuren. Dat doen we nu. En dus gewoon een nachtritueeltje. En nou, dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Ik klop het even af.
Want op zich staat hij nu de afgelopen nachten weer gewoon door. Hij wordt wel af en toe, nou, wakker wordt hij niet, maar hij huilt dan af en toe in zijn slaap. Moet even zijn speentje erin doen. En dat gebeurt dan een paar keer, maar we hoeven hem niet meer te voeden. En dat scheelt natuurlijk al een hele hoop. En hij is ook rustiger overdag. Hij slaapt ook van 7 tot 11 nu wel redelijk goed. En dat was voorheen ook niet. Maar overdag slaapt hij gewoon korter dan wat in die schema staat. Hij kan niet zo lang achter elkaar slapen, blijkbaar overdag. Nou, zolang hij 's nachts goed daar opteert, vind ik het prima. Dus dat is eigenlijk een beetje rond mijn ziekte. En wat het dan ook weer voor ziektes had. En wat dat dan weer voor invloed op Niels had. Dan wat leukere dingen. Wij hebben, wij gaan met, rond Pinksteren gaan wij met z'n drieën voor het eerst weg. Uiteraard wordt er op middens gepast. Maak je geen zorgen. Maar we wilden gewoon heel graag een keertje met z'n drietjes weg. En ook Niels is dol op water. Hij vindt het fantastisch. We dachten, hoe leuk is het om met hem naar een zwembad te gaan. Dus we gaan naar zo'n park toe in zo'n huisje en dan met zwembaden. Nou, hoppatee. Dus nu zag ik in de aanbieding bij de Kruidvat zwembroekjes voor baby's. Dus die heb ik nu gekocht. Dus ik ben heel benieuwd. Het ziet er heel gezellig uit. Hier zie je ze. Zo zien ze eruit. Dus ik ben heel benieuwd. Dus die hebben we gekocht. Dus ik ben heel benieuwd. Mocht jullie nog tips hebben voor, nou ja, wat je allemaal mee moet nemen met een kindje als je ergens heen gaat. Ik neem natuurlijk gewoon dingen als luiertas dingen en zo mee. Zijn kleertjes en luiers en smeersels. Maar goed, misschien zijn er nog speciale dingen die ik vergeet. Dus laat het vooral hier weten. Oh ja, en als je trouwens, dat vergeet ik nog even te zeggen bij deze. Wij hebben nu dus wel een speciale fles gekocht. Want door de Lansinomoma, dus de fles zeg maar die we gebruiken omdat het meestal op borstvoeding lijkt. Qua kracht die je moet gebruiken. Dat werkt hier niet mee. Want dan komt het niet doorheen. Dus we hebben nu een Avent-fles met zo'n drie stappen speen. En dan stap 1. En dat gaat goed. Oh ja. En ik heb natuurlijk mijn artikel online gezet over borstvoeding en kolven. Als je daar benieuwd naar bent. Dus ik zal hieronder wel eventjes linken. Maar echt gewoon ook weer zo leuk. Zeg maar om jullie reacties te zien. En hij wordt leuk bekeken. En daar ben ik heel blij mee. Want het was best wel, vond ik, een lastige en een spannende om online te zetten. Maar ik ben blij dat ik er in ieder geval weer mensen mee help. Nog een leuke fun fact is dat ik 1000 volgers heb op Instagram. Yay! Het klinkt misschien niet veel, maar 1000, dat is echt best wel heel veel mensen. En dat vind ik, ik ben er heel blij mee. Dus we hebben een taartje erop gegeten. Gewoon omdat het kan. Dat geldt terzijde. Verder zijn we vandaag naar het consultatiebureau weer geweest. Hij was nu ruim 7 kilo. 7 kilo en 75 gram. En hij was 64,5 centimeter. Dus de groei gaat goed, want ik was heel benieuwd hoe dat ging. Ook omdat ik dus niet zeker weet hoeveel voedingswaarde in zijn voeding zat toen ik buikgriep had. Maar dat is dus gelukkig allemaal goed gegaan. Verder, gewoon alleen maar alles heeft hij gewoon helemaal goed gegaan. Zijn ontwikkeling gaat gewoon hartstikke goed. Dus dat is heel fijn. Ik had wel heel veel vragen. Ik moet zeggen dat ik niet op alle vragen even bevredigend antwoord kreeg. Behalve van, je doet het al hartstikke goed. Maar ik denk, maar zijn er dan niet nog wat tips of dingen? Daar had ik dan ook misschien wat assertief mee om moeten gaan. Maar je bent natuurlijk ondertussen heel met het kleintje bezig. Dus dan word je ook een beetje afgeleid. Hij heeft weer 2 vaccinaties gehad. Dus dat was even huilen. En het was ook in zijn tijd dat hij normaal echt wel slaapt, 's ochtends. Dus dat was ook even lastig. Maar hij is hartstikke goed gedaan. Ik weet niet of u nu hoort, maar hij is nu hard aan het lachen. Dus hij vermaakt zich wel. Gaat zo alweer lekker naar bed. En wat we nu ook doen bij zijn bedritueeltje. We doen dus zowel overdag als 's nachts een slaapzakje aan. Dan weet je ook als ik het slaapzakje aankrijg, is het bedtijd. Ik zit even te denken, wat heb ik nog meer? Verder ben ik dus gewoon vooral heel veel ziek geweest. En hebben opa's en oma's heel erg bijgesprongen. Dan denk ik of ik nog meer. Ik vond het dus heel pittig met dat hij ineens geen ritme meer had. En ik werd er ook best wel onzeker van. Want ik was natuurlijk ook ziek. Ik had behoorlijk hoge koorts. En ik voelde me echt verschrikkelijk. En ik had ook een soort van, ik zag de wereld niet zo scherp. Ik had ook een principe, ik krijg het niet meer stil. Waarom anderen wel? En dat is ook een interessante tip. Want op een gegeven moment dan ben je heel lang bezig om stil te krijgen. 2 tips trouwens. Ben je heel lang bezig om stil te krijgen en dat lukt dan niet. En dan komt iemand anders de kamer in. En die krijgt hem in 1 minuut stil. En dat gebeurt dus andersom ook. Als
als iemand anders hem vast heeft en ik kom de kamer in, dan gebeurt dat ook. En zoals mijn moeder zei, dat is gewoon doorbreekt de cirkel. Hij zit dan zo in een soort neerwaartse spiraal. En dan kom je met z'n tweeën niet meer uit. En als dan iemand anders hem even overneemt. Zoals laatst ook, was hij kaart aan het krijzen. En ze was maar met hem rond aan het lopen. Door zijn slaapkamertje. Want daar komt hij dus eigenlijk na 7 uur komt hij zijn slaapkamertje niet meer uit. En was hij aan het rondlopen en hij wilde maar niet stil worden. En ik zei van, nou geef mij hem anders even in het kader van doorbreekt de cirkel. Ik had hem vast. Hij werd stil. Ik legde hem in bed en hij sliep. In nog geen minuut. Dus... Het heeft niks te maken met wie het dan doet. Het gaat om dat even die cirkel tussen hem en de ander verbroken wordt, zeg maar. Dat werkt dus. Ook fijn. Andere tip die ik kreeg is, ik weet niet meer zo goed hoe ze het verwoorden, maar ze zei het wel heel mooi. Het ging over huilen. Vaak dan ga je direct troosten. Maar ze zei van, je kan het ook ontvangen en zeggen van, ja, het was ook een drukke dag. Of ja, zo'n prikje, dat doet ook zeer. Nou zeg ik dat sowieso, maar meer gewoon als hij s'avonds in paniek huilt. Dan zei ik alleen maar, oh stil maar, stil maar. Dan kan je ook gewoon zeggen van ja, het was ook. En het was het. Nou, gewoon dat je een beetje meepraat. En dat je gewoon een beetje doet alsof je hem begrijpt. En dat het niet per se hoeft dat hij stil hoeft te zijn. Maar meer dat hij gewoon, weet je, dat hij zich op zijn gemak voelt. Hij moet natuurlijk zijn emoties wel gewoon kunnen uiten. Dus dat vond ik wel een hele mooie. En ik heb ook het gevoel dat dat ook wel helpt. En ook dat je zelf niet alleen maar denkt, oké, okay, hij krijgt. Maar gewoon, als je zelf ook rustig en liefdevol tegen hem praat, dan word je zelf ook minder snel gek van het gehuil, denk ik, of zo. Dus ja, dat. Verder heb ik dus nu best wel een aantal nachtjes. Nou, dat is niet waar. 2 nachtjes. 2 of 3. 2 nachtjes volgens mij zonder hem. Geslapen de afgelopen week. En dat is dan wel gek. Want dat vind je dan aan de ene kant heel fijn. Want dan kan je gewoon even rustig bijslapen. En aan de andere kant ben ik dan zo blij als ik de volgende dag weer zie. Denk ik, jee, mijn mannetje. Maar ik was pas echt blij toen ik vanmorgen wakker werd en dacht, oké, ik voel me weer langzaam een beetje mens worden. En toen heb ik toch een portie met hem geknuffeld. En toen zei Sven ook, oh, het gaat weer iets beter met je. Want ook als je ziek bent, dan kan je ook daar niet echt, het lukt ook niet echt. Dus dan werd ik ook een beetje van, nou, en ik, dat. Dus, ja, ik denk dat het wel een beetje was. Verder, het was gewoon allemaal heel, heel heftig en intens de afgelopen weken. Maar rust, reinheid, regelmaat, dat werkt echt. Ik denk bij elke baby, en of dat nou met dat boek is of met iets anders, probeer gewoon, als je het allemaal niet meer weet, probeer gewoon een soort van ritme erin te brengen. En probeer daar aan vast te houden, maar niet op een rigide manier, maar gewoon let op zijn signalen, maar probeer ook wel ergens binnen de marges te blijven en zo. En, ja, ik weet niet. Het heeft mij in ieder geval wel geholpen, maar ik vind dat boek een hele fijne. Ja. Ik denk dat het was. Het voelde een beetje als een hele onsamenhangende rot. Maar ik ben ook nog steeds een beetje ziek. Maar ik wilde wel heel graag een update doen. Ook omdat we weer bij het consultatiebureau geweest zijn. Hij heeft nu pas weer over 2 maanden of zo. Iets minder dan 2 maanden. Dus ja, ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Er komt uiteraard meer eerder een update dan pas over 2 maanden. En laat maar weer vooral weten als jullie nog vragen hebben. Of dingetjes die jullie graag nog in een filmpje behandeld zien worden. En... ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. En super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Oh, dit is niet van het Contemporary. Deze heb ik wel een M besteld. En die heeft hier zakken met ritsen. En het is gewoon zo'n hele lekkere...